Onze collega's van de Limburgse L1 vieren vandaag Internationale Vrouwendag met radiovrouwen van meerdere regionale omroepen, Odeke. Ja, programmamaakster Rian Mone heeft verhalen van deze vrouwen verzameld in een online magazine met audio. Ja, hoe zijn ze bij de radio terechtgekomen? Welke radiomomenten blijven ze altijd bij? Rian Mone, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe ben jij zelf eigenlijk bij de radio gekomen? Oh, dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk altijd wel een klein beetje weten dat ik iets met radio wilde doen, maar ik durfde niet. Dus ik heb media en entertainment management gedaan en uiteindelijk toch maar een marketingbaan genomen. Maar naast die marketingbaan ben ik gaan vrijwilligen bij de lokale omroep. En via de lokale omroep ben ik zo richting regionale gegaan en uiteindelijk toch bij de radio werd gekomen, gelukkig. Ja, ja. Je hebt nu een programma op L1 van 10 tot 1 uur. Wat voor programma maak je? Ja, het programma heet Route Regio. En het idee is dat we maken het met z'n tweeën, ik en mijn collega Ruud Kleine, dat één van ons telkens naar een andere plek in de provincie gaat en daar het verhaal van buurtbewoners of van evenementen of van organisaties ophaalt. Dus dat we iedere dag eigenlijk op een andere plek in de provincie zijn. Maar over het algemeen is het eigenlijk, wat ik ook in een magazine probeerde te uiten, voor iedere provincie wel een beetje hetzelfde. Hè? Je wil tegenwoordig een beetje coronanieuws vertellen, maar ook niet te veel. Je wil een beetje informeren, maar ook juist mooie verhalen vertellen en dat allemaal bij elkaar brengen in één programma. Ja. Voor deze dag, Rian, heb je een online, je zei het al, magazine gemaakt met interviews met regionale radiovrouwen. Als je een online magazine maakt over regionale radiomannen, zouden vrouwen op hun achterste benen staan. Waarom wilde je eigenlijk zo'n magazine maken? Zou de vrouwen op hun achterste benen staan, denk je? Ja, dat denk ik. Ik geloof wel. Dat daar al jaren tijdschriften van zijn, niet? Ja, er zit ook wat in. Ja. Nee hoor, lijkt me hartstikke leuk. Voor mij is het juist, iedereen die over radio vertelt is welkom. En ik moet eerlijk bekennen, ik snap de strijd of zo die je bedoelt wel. Ik denk juist dat we dit met z'n allen moeten doen. En met dat ik bezig was, dacht ik ook, ja, eigenlijk had ik dit net zo goed voor alle regionale makers kunnen doen. Want alle verhalen zijn interessant. Maar ik ben een beetje begonnen bij wat dicht bij mezelf staat. En dat is met de regionale radiovrouwen, want je kijkt wel naar wie zit er op de landelijke zender of wie is er in het buitenland. Maar wie eigenlijk gewoon bijna hetzelfde doet als ik iedere dag, dat wist ik helemaal niet. En het is leuk om die verhalen te horen en ook te delen, want wellicht inspireert het anderen ook alweer om naar elkaar te luisteren. Ja. En mensen die nog niet radio maken misschien denken, oké, maar er zijn er eigenlijk best wel wat, dan kan ik dat misschien ook wel. Dus zijn er veel regionale radiovrouwen? Ja, veel is natuurlijk een relatief begrip, maar het zijn natuurlijk wel al een paar meer dan een aantal jaar geleden. En het scheelt wel per omroep, maar ik wil ook niet per se gaan over, oh ja, het moet 50-50 zijn, want anders is het niet goed. Ik denk dat het goed is dat er al heel veel zijn en dat iedereen zich er bewust van is dat er ruimte moet zijn voor elkaar. Ja, dat wil ik eigenlijk ook laten zien hiermee. Ja. Rian, waar kunnen mensen het magazine lezen? Want ze zijn natuurlijk nu enorm nieuwsgierig. Het is allemaal te vinden op L1.nl en dan zie je het eigenlijk meteen al staan, hoor. Online magazine. Ik kan je een hele uitgebreide link geven, maar met L1.nl kom je al een heel eind. Ja, en er staat ook het interview met Odeke. Ja, nou dat mogen mensen zelf. Met Odeke en met Jolien ook. Met Jolien ook. En met Jolien natuurlijk, ja. En het leuke is dat je kunt ze dus ook beluisteren, want dat zei je al. Dat is eigenlijk nog wel het allerleukst, want het staat allemaal, vind ik, wel aardig weergegeven in het magazine. Maar het leukste is om ze te horen vertellen over die radio. Want je hoort gewoon bij iedereen dat het hart sneller gaat kloppen als je het daarover hebt. En dat is super mooi. Rian Mone van L1, een mooi initiatief. En dankjewel dat je even tijd voor ons had. Dankjewel jullie, hele fijne dag vandaag. Doei!